Goedemorgen allemaal, ik ben Nulle Sarah. Ik ben nog maar enkele jaartjes afgestudeerd als maag- en darmspecialist met de focus op ook functionele darmpathologieën. Ik ben werkzaam hier in het UZA, zowel als in de GZA-ziekenhuizen. Ik ben heel blij dat we met zoveel zijn en eigenlijk is het een beetje spijtig dat we nog met die COVID zitten, want ik weet dat er nog een veelvoud aan mensen thuis meekijkt, dus ook voor de mensen thuis welkom, zou ik zeggen. Ik ga mij vandaag focussen, het komende half uurtje, op de nieuwste ontwikkelingen die er zijn gemaakt het afgelopen jaar, anderhalf jaar, binnen de PD's of binnen de IB's eigenlijk. En ik ga proberen van die studies waar je ongetwijfeld in de media heel veel hebt over gelezen, vooral de laatste weken en maanden was het weer zeer hip, om die resultaten in beeld te brengen en om daar een beetje door te gidsen wat dat nu net betekent voor de patiënt en naar de toekomst toe eigenlijk. Zoals net gezegd, prikkelbaar darmpatiënten, dat zijn patiënten, als ik binnen mijn eigen groep kijk of binnen mijn eigen collega's, waar dat sommige artsen een beetje ongemakkelijk van worden. Dus ik heb heel veel mensen die zo ene keer een prikkelbaar darmpatiënt zien en de volgende keer is dat linea recta naar de collega doorgestuurd, omdat ze niet goed weten hoe dat ze die mensen moeten behandelen. Het is zoals gezegd, vroeger werd het echt als een vuilbakdiagnose beschouwd. En dat zit een beetje tegen onze natuur van artsen in om daarmee om te gaan. Wij willen genezen, wij willen mensen buiten krijgen. We willen die een voorschrift geven en zeggen van, patat, wij gaan u helpen en het is direct opgelost. Nu, vaak is dat ook het verwachtingspatroon van de patiënt. Die komt naar ons en die wenst, wie niet, die wenst dat er natuurlijk een oplossing geboden wordt, dat ze van de problemen vanaf geraken. Maar ik probeer het dan altijd een beetje te kaderen door te zeggen dat eigenlijk een prikkelbare darm is een beetje de hoge bloeddruk van uw darm. Dat is eigenlijk een chronisch probleem dat we goed onder controle kunnen krijgen als we alles in beschouwing nemen. En er gaan momenten zijn dat de bloeddruk goed onder controle is en er gaan momenten zijn dat de bloeddruk minder goed onder controle is. En zo is dat ook bij prikkelbare darmpatiënten. Er zijn momenten dat het goed gaat en er zijn momenten dat het minder goed gaat. En we proberen dat door dat zo chronisch uit te leggen, aan te pakken, van ze zo mee te nemen eigenlijk op een reis naar beterschap qua klachten, beterschap qua kwaliteit van leven. Ik weet, vroeger had ik hier ook nog een slide extra bij steken. Als ik heel klein was, dan was er zo'n programma op tv. We vragen aan 100 Vlamingen. En ik heb ook ooit eens een keertje aan geen 100 collega's, maar toch een 20-tal collega's gevraagd van ja, wat gaat er door je hoofd als je zo'n stereotype patiënt met een prikkelbaar darmpatiënt krijgt? En de antwoorden waren een beetje chockerend soms. Er worden heel veel artsen heel zenuwachtig van. Omdat we niet eenmaal de pathogenese of het ontstaansmechanisme niet goed kennen. En natuurlijk is het doel dat we dit gaan verkrijgen. We willen natuurlijk dat patiënten beter worden. En dat doen we eigenlijk door enerzijds een correcte diagnose te stellen op basis van die Rome-criteria, zoals professor De Schepper al had aangetoond. Natuurlijk moeten we ook durven zeggen, prikkelbaar darmsyndroom is een biopsychosociaal probleem, dus er moet op alle vlakken gewerkt worden. De juiste patiënt, of de juiste behandeling, alles is voor de juiste patiënt. Niet iedereen is gebaat met een imodiumkuur of met een spasmomen. Dat moet eigenlijk op alle tijd uw cliënt worden afgesteld. En een happy patient geeft een happy dokter en vice versa. En ik moet eigenlijk bekennen, voor mij persoonlijk, zo'n moeilijke prikkelbare darmpatiënt succesvol behandelen is eigenlijk heel bevredigend voor patiënt en voor arts. Dus daar zit eigenlijk een beetje een uitdaging in, waar sommige mensen een beetje bang zijn om daarin mee te gaan in dat proces. En dat maakt natuurlijk dat het voor veel patiënten aanvoelt alsof ze niet goed begrepen worden. En alsof dat sommigen zich er wat snel van af willen maken, omdat het natuurlijk een heel moeilijk proces is om te doormaken. Wat weten we wel over het ontstaansmechanisme van prikkelbare darm? Dus de volgende kwartiertje ga ik de laatste studies die gepubliceerd zijn proberen eventjes te duiden en te schetsen binnen het hele landschap van mogelijke producten die er bestaan. En daarom is het belangrijk dat we eigenlijk opnieuw vertrekken van die brain-gut axis, zoals dat professor De Schepper daar net ook al heeft aangehaald. Brain-gut axis, of als we het letterlijk vertalen, dus de hersen-darm-as, waarbij we zien dat er een duidelijke interactie is tussen centrale factoren, voorgeschiedenis, geslacht is een risicofactor, dat weten we al, leeftijd is een risicofactor, grote life events die je hebt meegemaakt als kind, of een grote stress die dat je doormaakt. Er is een rol voor het microbioom weggelegd. En er gaat eigenlijk een hele grote wisselwerking zijn, of de autostrade noem ik het altijd tegen mijn patiënten, tussen de darm en de hersenen, waarbij we zien dat eigenlijk alle signalen die dat een prikkelbare darmpatiënt ervaart, alle prikkels, dat die veel gemakkelijker doorstromen naar de hersenen en als fout of als afwijkend worden gerapporteerd aan de hersenen. Als ik in mijn darm een ballonnetje opblaas, dan ga ik daar niet veel last van hebben. Als ik dat bij de prikkelbare darmpatiënt doe, dan gaat hij veel sneller aangeven van dit is pijnlijk, dit doet te veel pijn, dit is abnormaal. En dat noemen we dan eigenlijk, of dat kader binnen die verstoorde brain-gut axis.
eigenlijk nog een beeldje om het zo door te, allee, weer te geven, maar dan op microscopisch niveau. Ik ga proberen u er een beetje door te gidsen. Hier zien we eigenlijk een stukje van de darm dat is uitgebeeld of uitvergroot, waarbij we zien dat eigenlijk de ruggenmergzenuwen of de zenuwpjes die de darm of de signalen opvangen in de darm naar het ruggenmerg gestuurd worden, dus naar een bepaalde cel daar, en die gaan opstijgen naar de hersenen. Nu, in de hersenen gaat er van alles mee gebeuren en meestal gebeurt er niks mee. Al die signalen worden genegeerd, waar we zeggen van ja, dat is allemaal normaal. Je hoeft daar geen argwaan op te zetten of je hoeft daar geen aandacht aan te besteden. Met prikkelbare darmpatiënten zien we dat dat natuurlijk iets wat anders verloopt, dat er veel meer signalen worden ja, als acuut worden opgevangen of dat die echt merken van dit doet pijn of er is iets abnormaal aan de gang. Dus we zien hier een hele belangrijke rol weggelegd eigenlijk voor die brain-gut axis binnen het ontstaansmechanisme van pijn bij de prikkelbare darmpatiënt. Nu, wat weten we wel over het ontstaansmechanisme van prikkelbare darm? Daar is heel veel in betrokken. Ik denk, professor Schipper had bijna dezelfde slide eigenlijk met dan nog hier het mannetje met het maag-en-darmstelsel in het midden. En er zijn verschillende factoren die meespelen of die een rol spelen binnen dat ontstaansmechanisme. En we gaan er een aantal uithalen, namelijk degene waarover het afgelopen jaar studies gepubliceerd zijn of waarover dat je ongetwijfeld in de media al iets gehoord hebt. Een van de meest bekende is eigenlijk die verstoorde permeabiliteit, de lekke darm. We gaan er nog eens een keertje kort doorheen gaan. In de media ook wel gekend of op het internet als de leaky gut, waar heel veel aandacht aan besteed is. En ik ga proberen jullie een beetje door te gidsen. Dus als we hier kijken naar een microscopisch plaatje van de darm, aan de binnenkant zien we het darmlumen of de binnenzijde van de darm, waar eigenlijk de bacteriën zich bevinden en de voedingsmiddelen. Die worden afgebroken door het maag- en darmstelsel van de patiënt. Dan hebben we hier eigenlijk de eerste wand van de darm, het slijmvlies, zoals ik dat probeer uit te leggen tegen de patiënt. Dat zijn de verschillende cellen naast elkaar. En tussen die cellen zijn er eigenlijk allemaal eiwitjes aanwezig die ervoor gaan zorgen dat die cellen als het ware aan elkaar kleven. Nu, die eiwitten, dat is niet één baksteenbarrière waar dat totaal geen doorkomen aan is. Dat is eigenlijk een heel dynamisch geheel waar allerlei voedingsstoffen, oplosmiddelen, water, zouten gecontroleerd door kunnen, afhankelijk of dat die eiwitjes zeggen van ja, mag hier doorgaan of nee, dat hoort hier niet thuis, we gaan dat buiten blokkeren. En dat is eigenlijk wat dat er zo gezegd of wat men claimt zou aan de hand zijn bij prikkelbare darm of bij een lekke darm, dat die barrière hier of die regulatie van het al dan niet doorlaten van die eiwitjes, van die bacteriën, van die bestanddelen van de bacteriën, dat er daar een probleem optreedt. Dan komen we in de laag hieronder terecht, dat is een soort van bindweefsellaag. En eigenlijk hier helemaal onderaan zitten we dan met de spierlaag van de darm die ervoor gaat zorgen dat de darm eigenlijk de beweging maakt. Nu, als die regulatie hier verstoord geraakt, dan gaat men ervan uit, of dan is de hypothese, dat die bacteriën, dat al die antigenen of die eiwitjes van die bacteriën, veel gemakkelijker in die onderliggende lagen kunnen doordringen. En in die onderliggende lagen, ja, daar zit wel van alles. Dat is niet gewoon een bindweefsellaag zonder functie. Daar vinden we een lading witte bloedcellen terug die ervoor gaat zorgen dat tegen die bepaalde bacteriën bijvoorbeeld antistof kunnen gemaakt worden. Niet alleen bacteriën, maar ook voedingsmiddelen kunnen zo hierdoor geraken en al dan niet in contact komen met die bepaalde witte bloedcellen. En op die manier is de hypothese dat er eigenlijk een reactie gaat komen op bacteriën of op witte bloedcellen, dat er hier eigenlijk een verstoring is van het regulatiemechanisme dat al dan niet alles gaat doorlaten, ja dan nee. Dat noemt men dan de lekke darm. Is dat nu bewezen? Ja, er zijn verschillende dierstudies waaruit dat inderdaad bewezen is in diermodellen van prikkelbare darm, dat als men dat laagje hier van deze darm bestudeert onder een microscoop en hier een bepaald vloeistofje aanbiedt, dat dat eigenlijk veel makkelijker doordringt naar die onderliggende laag. Dus dat is wel degelijk bewezen in die diermodellen. En men is ook bezig met nu in humane studies, in menselijke studies, biopsietjes te nemen en te vergelijken tussen controlepatiënten en patiënten bij prikkelbare darm, of dat die doorlaatbaarheid inderdaad verhoogd is, ja dan nee. Een van de eerste studies die daarvoor gepubliceerd is, ziet er heel technisch uit, maar ik ga één voor één door de grafiekjes doorgaan, dat je een beetje een idee krijgt hoe dat in zijn werk gaat, zo'n dergelijk wetenschappelijk onderzoek, en hoe dat eruit ziet eigenlijk. Dat is al een paper die al 8 jaar geleden gepubliceerd is, dus dat is best wel al lang geleden. En hier gaat men kijken eigenlijk tussen controlepatiënten, dus patiënten zonder klachten, en patiënten met prikkelbare darm, patiënten met vooral het diarree-subtype, want daar is nu eenmaal het meeste onderzoek naar gebeurd, of er een verschil is in die doorlaatbaarheid van die darm. Ik ga eerst met jullie het grafieken hier links bovenaan eventjes overlopen. Dus control, dat zijn de controlepatiënten zonder klachten, en de IBSD, dat zijn eigenlijk de diarree-predominante prikkelbare darmpatiënten.
En we eens gaan kijken naar wat je hier op de i-as ziet staan, allerlei namen. Hier staan bijvoorbeeld cadherine, zonuline. Dat zijn die eiwitjes die zorgen voor die connecties tussen die cellen, eigenlijk op een microscopisch niveau. En dan gaat men kijken hoe vaak komen die voor en is er een verschil tussen de twee groepen. En men ziet eigenlijk voor alle eiwitjes die onderzocht zijn, dat er eigenlijk een significant verschil is tussen de controle en tussen die diarreegroepen. Dus bijvoorbeeld als men gaat zien, het gemiddelde, dat wordt door het streepje weergegeven. En de individuele bolletjes, dat zijn de individuele patiënten die in die studie zijn ingegooid. Dan ziet men dat bij die diarreepatiënten dat eiwit veel minder voorkomt. Dus zowel voor dat eerste eiwit als dat tweede eiwit ziet men eigenlijk dat dat een veel lagere expressie is van dat eiwitje. Dus we hebben daar inderdaad een argument om te zeggen van kijk, prikkelbare darmpatiënten, daar zit inderdaad iets, of daar is iets aan de hand met die eiwitjes tussen de slijmvliescelletjes die dat ervoor zorgen dat er een barrière optreedt. Dat is eigenlijk een van de eerste studies waaruit dat mooi naar voren is gekomen. Een van de medicamentjes die daar eigenlijk het hardst op gaat inwerken, dat is eentje die we daarnet hebben aangehaald, dat is die gel sectan die eigenlijk een barrièrevormend laagje gaat leggen op dat slijmvlies van die prikkelbare darm of van die darm en ervoor gaat zorgen dat eigenlijk de barrière bij wijze van spreken hersteld wordt. Nu, om in het kader van de fake news een beetje te zeggen van ja, dit weten we wel, waar moet je daarmee opletten? Er zijn heel veel bedrijven of firma's die deze eiwitten eigenlijk in het bloed gaan bepalen. Dus je kan dat laten opsporen met een bloedname. Ik krijg heel vaak patiënten bij mij op raadpleging die zeggen, voilà, ik heb hier een meting bij van mijn zonuline, dus van dat eiwit dat tussen die celletjes zit. En dat zou lager zijn dan in een standaard populatie. Dus ik heb een lekke darm, dus dat is de oorzaak van mijn prikkelbare darm. Maar spijtig genoeg is daar nog niet veel wetenschappelijk onderzoek naar in hoeverre dat die correlatie wel bij de humanen of bij ons patiënten of bij ons artsen aanwezig is. Dus dat zijn hele boutade uitspraken. En met dergelijke data kunnen we ook nog niet goed aan de slag, omdat we ook niet echt een medicament hebben of een behandeling voor dat eiwitje dat daar dan lager zou uitgedrukt zijn. Het volgende ontstaansmechanisme, of een van de factoren die meespeelt, waar ook veel over gepubliceerd is, we gaan de studies van het laatste jaar zo meteen erbij halen, dat is het zogezegde FODMAP-dieet. Nu, wat zijn FODMAPs? FODMAP is eigenlijk een acroniem voor de fermenteerbare oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide en polyolen. De oligosaccharide, dat is eigenlijk een groep van fructanen, dat is eigenlijk een beetje de kleverige substantie die zorgen voor appetijtelijkheid van voeding. Die saccharide, zoals daarnet vermeld, dat is die suiker. Dat bestaat uit twee aparte suikermoleculetjes. En de enige die eigenlijk van belang is voor ons, is de lactose. En de monosaccharide, dat zijn de monosuikers. Dus eigenlijk de enkelvoudige suikers. Nu, wat is daar het belangrijkste aan? Als die in de dikke darm terechtkomen, dan gaan die dus, zoals gezegd, gasvorming geven. Dus de bacteriën, die weten daar wel weg mee. Die gaan daar gas van maken. En dat resulteert bij de patiënt eigenlijk een opgeblazen gevoel. Makkelijker diarree en klachten. Een van de eerste studies die daar mee gepubliceerd is, dat dateert eigenlijk ook al van 7 jaar geleden, dus we zijn er al lang mee bezig, is een Australische studie uit Melbourne van de Monash Universiteit, waarbij men eigenlijk patiënten wekenlang alle maaltijden aan huis in een boxje heeft gegeven. Dus eigenlijk een beetje het voorlopen van de Deliveroo of van al die boxen die thuis geleverd worden. En een deel van die patiënten kreeg een gewoon dieet. En een ander deel van de patiënten kreeg eigenlijk een dieet waar dat alleen maar heel weinig hoeveelheid van die FODMAPs in zaten. Dus die kregen een low FODMAP dieet. En dan is men gaan kijken naar wat doet dat op het klachtenpatroon van die patiënten eigenlijk. En als we dan kijken, we hebben twee groepen. We hebben de IBS-patiënten opnieuw geïncludeerd en we hebben de gezonde controles geïncludeerd. Dit is de tijdslijn, dus we gaan kijken naar klachten voor de start van het dieet, dag 7. Hier wordt het dieet gestart en dan hebben die mensen 3 weken elke dag een dozen open gedaan met de voorgemaakte maaltijden die werden opgestuurd met de post naar hen. Op de i-as gaat men een VAS-score uitleggen. Een VAS is eigenlijk een score waarbij de patiënt gaat aangeven hoeveel pijn hij heeft. Hoe beter het gaat, hoe lager de score. Hoe slechter het gaat, hoe meer pijn, hoe hoger de score. En men ziet eigenlijk direct, het lowe FODMAP-dieet wordt weergegeven door de stippellijn. En het typische Australische dieet is eigenlijk de ononderbroken lijn. En we zien vrij snel, al voor de eerste week, dat die twee curven uit elkaar gaan. Dus we zien inderdaad bij die patiënten al na enkele dagen eigenlijk een veel lagere pijnscore die gerapporteerd werd in vergelijking met het typisch Australisch dieet. Dus echt opvallend. Kijken we naar de gezonde controles, dus mensen die niet beantwoorden aan de diagnose van een prikkelbare darm, ziet men eigenlijk geen verschil tussen de beide diëten. Dus of zij nu een klassiek Australisch dieet of een FODMAP-dieet volgen, maakt eigenlijk geen verschil. Daar komen we zo meteen ook nog op terug, want daar is dit jaar ook nog een hele mooie, of alleszins een hele mooie publicatie aankomende.
Zoals daarnet gezegd, de mistcel, daar gaan jullie ongetwijfeld de afgelopen weken en maanden ook veel over gehoord hebben, van een wel bepaalde universiteit die katholiek is in een andere provincie, die daar heel mooie studies over gepubliceerd heeft. Die gaan we zo meteen ook eventjes beschrijven. Veel mensen zeggen van ja, er is ontsteking. Er komen mensen ook vaak bij mij met een bloedname waarbij dat allerlei ontstekingsfactoren bepaald worden, waarvan dat we niet goed weten van ja, is dat nu inderdaad relevant? Ja, dan nee. Maar als we gaan kijken op microscopisch vlak, dan is er wel degelijk heel veel van aan. De meest gekende, zoals daarnet al gezegd, is de mestcel eigenlijk. En de mestcel is een cel die ook vooral betrokken is in de pathogenese van allergieën. Misschien dat er hier mensen zijn die, well, nu niet, maar binnen een aantal maanden opnieuw een cetirizine gaan nemen of een ebastinetje, om voor allergische symptomen zoals jeukende ogen, loopneus te bestrijden. En die symptomen die worden eigenlijk uitgelokt door één welbepaalde witte bloedcel, zijn dat de mestcel of de mastcel, afhankelijk van welke literatuur je leest. En men ziet inderdaad bij patiënten met prikkelbare darm dat als men biopsietjes gaat nemen en niet gewoon ja, snel kijkt en gewoon een kleuring neemt, maar als men echt dieper gaat kijken, specifieke kleuringen voor die mestcellen neemt, dat bij een aantal van die patiënten het aantal mestcellen verhoogd is. En we weten ook uit de studies die we zo meteen gaan laten zien, dat als men die mestcellen gaat blokkeren, dat de klachten beter gaan. Hoe dat komt, daar gaan we zo meteen op terugkomen. Een eerste aanzet is gegeven door een collega uit Leuven, dat 5 jaar geleden gepubliceerd in Gastroenterology. Dat is zo'n beetje een van onze bijbels die dat wij lezen, waar eigenlijk alle hoogste studies in gepubliceerd worden binnen het maag- en darmonderzoek. En wat de collega's gedaan hebben, is dat men eigenlijk opnieuw patiënten met prikkelbare darm, vooral het diarree-predominante type, hebben geïncludeerd. Dus zijn die op de raadpleging gaan vragen, doe je mee aan de studie? Wij doen een studie met ebastine. Dat is een van die productjes die mensen nemen, gewoon voor de allergische symptomen die in de lente en in de zomer optreden. En gaan kijken zijn naar wat is het effect van die ebastine op uw klachten. Gaan jullie proberen er opnieuw door te gidsen. Dus men heeft die patiënten 14 weken lang behandeld met de ebastine. En men is gaan kijken tussen patiënten die placebo kregen, dus ja, een pilletje Menifeli, of een pilletje met de ebastine in. Dus de placebo-groep, dat zijn degenen met de witte vierkantjes. Het is niet zo heel duidelijk, maar ik zal gewoon grofweg zeggen, het is de onderste lijn. En de patiënten die behandeld zijn geweest met ebastine is eigenlijk de bovenste lijn. En dan is men gaan vragen op de y-as van ja, hoeveel effect of hoeveel verbetering heb je gemerkt? En men ziet, als men die patiënten lang genoeg behandelt, want het is inderdaad belangrijk dat de behandeling altijd lang genoeg wordt doorgegeven, dat na 12 weken er een significante verbetering is tussen die patiënten die gewoon dat anti-allergiepilletje namen in vergelijking met de patiënten die het placebo namen. En dan is men ook gaan kijken op de verschillende subscores naar fysiek functioneren, naar slaap, energie, dieet. Hoe gaat het sociaal functioneren en hoe gaat het eigenlijk met het emotionele functioneren? En men ziet daar dat de patiënten die ebastine namen veel betere slaapkwaliteit hadden, veel beter konden eten, veel beter hun sociaal functioneren er terug op vooruit ging en het emotionele welbevinden er ook veel beter op vooruit ging. Dat is eigenlijk een van de eerste ja, landpaper studies, zoals wij dat noemen, belangrijke studies, waar ze hun volgende werk op gebaseerd hebben. Gaan we direct op verder gaan. Ja. Wat weten we nog? Heel veel. Ik ga er nog een paar kleine dingetjes zo meteen met de studies aanhalen. De genetische factoren spelen een rol. De bacteriële overgroei in het microbioom. Er zijn al heel veel vragen over geweest. Ik denk daarnet was er nog iemand met een specifieke vraag daarover, waar we op gaan terugkomen. En natuurlijk de motoriek. Vroeger, prikkelbare darm, dat was een darm die dat te traag of te snel werkte. Maar we zien nu dat dat eigenlijk helemaal, speelt natuurlijk wel een rol, maar dat is zeker niet de belangrijkste oorzaak van een prikkelbare darmsyndroom. De kip of het ei, hè. We hebben nu heel veel dingen aangehaald die dat we vinden bij die patiënten. Maar is dat nu de oorzaak of is dat nu het gevolg? Dat weten we dus nog altijd niet. Hè. We zitten op verschillende niveaus. We hebben enerzijds de darmflora die een rol speelt. We hebben dus die permeabiliteit van de celletjes, waarbij we zien dat die connecties op microscopisch vlak weliswaar wat minder kunnen zijn. Is dat nu relevant? Is dat nu eigenlijk het gevolg van prikkelbaar darm? We weten het niet goed. Is dat de oorzaak? We hebben hier een hele myriade aan witte bloedcellen, zowel in de darmband zelf als in de lymfekliertjes die de darm draineren. Is dat een oorzaak? Is dat een gevolg? Wat komt er eerst? Wat komt er laatst? En dan nog maar te zwijgen eigenlijk over het effect op de gladde spiercellen. Wat is het oorzaak? Wat is het gevolg? Dat weten we nog altijd niet goed. Het tweede deeltje van de publicatie, of van de, alleszins de presentatie, gaat gaan over de recent gepubliceerde data en studies die er zijn. Nu, bijna alle patiënten die langskomen op raadpleging, die hebben al tig probiotica of prebiotica geprobeerd. En meestal zeg ik tegen de patiënten, ja, heb je daar dan eigenlijk iets aan gehad? En het antwoord is meestal redelijk negatief, dat het effect zeer beperkt is.
Nu, er worden hele mooie studies gepubliceerd, maar onze Bijbel of ons Walhalla, dat zijn de zogezegde meta-analyses. En wat is een meta-analyse? Dat is eigenlijk een studie waar alle andere studies worden bij elkaar gekapt of alles bij elkaar vergeleken. En dat men gaat kijken van studies met een goed resultaat, studies met een slecht resultaat. Hoeveel patiënten zitten er in elke studie? Welke studie is er goed verricht? Welke studie was van mindere kwaliteit? Men gaat daar een soort van factor of een soort van gewicht aan geven aan de kwaliteit van de studie. Men gooit dat allemaal bij elkaar en op basis daarvan gaat men kunnen zeggen van kijk, zoveel studies waren positief, dat waren goede studies. Of zoveel studies waren negatief, maar dat waren geen goede studies, dus die laten we minder zwaar doorwegen. En als je dan zo'n paper gaat lezen, dan ga je dergelijke indrukwekkende figuurtjes zien verschijnen. En dat noemen we dan eigenlijk een forest plot, waarin dat we met heel veel statistiek kunnen gaan zeggen van kijk, finaliter, als we alles bij elkaar kieperen, kunnen we zeggen van kijk, probiotica werken of een ander product werkt, ja dan nee. En wat is eigenlijk het belangrijkste? Dat is als je naar die lange lijn kijkt, dat is de nullijn. Dus als je op die lijn zit, dan komt er uit die studie niet veel uit. En alle studies die gebeurd zijn, je ziet dat in de jaren ervoor, ongelooflijk veel studie over die probiotica, die worden opgelijst in die plot. Als je natuurlijk aan de ene kant van de plot zit, dan ga je eigenlijk voor probiotica zijn. Zit je aan de andere kant van de plot, dan ben je eigenlijk voor het placebo. Om maar te zeggen dat dat eigenlijk heel subtiele verschillen zijn. Zijn die lijntjes lang, dan wil dat zeggen dat er binnen de studie heel grote verschillen zijn tussen de patiënten. Zijn dat korte lijntjes, wil dat zeggen dat de resultaten heel dicht bij elkaar lagen. En helemaal onderaan wordt dan eigenlijk een totaal gemaakt tussen de verschillende groepen om te zien van kijk, ja, het werkt of het werkt niet. En het belangrijkste dat je moet onthouden hieruit, dat is, komt dat kotteke op die nullijn, kunnen we eigenlijk niet veel zeggen. Dan is er geen verschil tussen placebo en tussen de behandeling. En je ziet eigenlijk voor de verschillende groepen, dat dat kotteke voor de verschillende probiotica of voor de verschillende stammen aan bacteriën die men kan geven, altijd die nullijn gaat includeren. Dus kort door de bocht of kort gezegd, daar zijn niet veel harde evidentie voor dat er daar veel beterschap mee te verwachten is. Samengevat, er is een hoge variabiliteit in die studies. Er worden verschillende beestjes door elkaar gebruikt, er worden verschillende stammen door elkaar gebruikt, verschillende dosissen worden door elkaar gebruikt. En we kunnen eigenlijk niet echt zeggen dat er daar een harde indicatie of een harde richtlijn is om een bepaald probioticum te gaan gebruiken. Kwam er daarnet een vraag, stoelgangstransplantatie. Nu, we weten uit onderzoek uit het verleden dat stoelgangstransplantatie bij bepaalde ziektebeelden fantastisch goed werkt. Het meest gebruikte voorbeeld is de Clostridium diarree. Ik weet niet of jullie daarmee vertrouwd zijn. Dat is eigenlijk een soort van ziekenhuisdiarree die patiënten die meestal hun immuunsysteem wat minder goed werkt en die langdurig in het ziekenhuis liggen, kunnen opscharen hier, waarbij er een hele fulminante waterige diarree gaat ontstaan. Daar bestaan antibiotica voor, maar als die falen, dan kunnen we die patiënt ook een stoelgangstransplantatie geven en daar zijn zeer mooie resultaten mee verkregen. Wat dan natuurlijk heel aanlokkelijk is om dat principe van die stoelgangstransplantatie ergens anders te gaan gebruiken. En je zult waarschijnlijk al gehoord hebben, diabetes, Parkinson, prikkelbare darm, daar zijn heel veel studies verschenen over de stoelgangstransplantatie. Een hele mooie, of een van de meest recente, is van El Halli, die vorig jaar in Gut gepubliceerd is. Gut, dat is zo een van onze andere bijbels binnen de maag- en darmziekte. Dus we hebben er een aantal. Waar dat we, ja, als je daarin gepubliceerd wordt, dan mag je wel tracteren die avond. Dus dat is een hele een hoog aangeschreven tijdschrift. En in die studie is men eigenlijk patiënten met een prikkelbare darm gaan recruteren en heeft men die mensen onderverdeeld in, jij wordt getransplanteerd met placebo, dus met niks. Mensen weten dat ook niet. Je wordt sowieso in een groep gestoken en je weet niet wat de behandeling is. Jij wordt getransplanteerd met 30 gram van die microbioomstoelgang of jij wordt getransplanteerd met een dubbele dosis, met 60 gram. Het is een Scandinavische studie, als ik het mij goed herinner. En men heeft eigenlijk een donor gebruikt van één ideale Scandinavische man, een jonge Noorse halfgod die nooit ziek is geweest, die niks van auto-immuun dingen in de familie heeft, nooit geopereerd, sportief, goed diploma, wat dat je ook wenst. Dus die heeft al die patiënten voorzien van stoelgang. Die mensen zijn getransplanteerd geweest en men is gaan kijken dan, ja, wat is uw respons op de klachten eigenlijk doorheen de verschillende maanden nadat je dat gekregen hebt. En die studie was spectaculair. We zijn gaan kijken op verschillende tijdspunten, op 2 weken, op 1 maand en op 3 maanden. Placebo-patiënten, dat is het rode balkje. Dus men ziet eigenlijk door verloop van de tijd, ook heel opvallend. Na 2 weken zegt 50% van de mensen die met placebo zijn getransplanteerd, ik ben beter. Dat is eigenlijk ook al een opvallende bemerking. Maar doorheen de tijd ziet men dat dat aantal afneemt.
dan kijken we naar de patiënten die effectief met de stoelgang getransplanteerd zijn. De blauwe en de groene is de dubbele dosis. En men ziet 3 maanden na de transplantatie, dus waar dat de placebo-respons amper 23% is, is die voor de stoelgang bijna 90%. Dus 90% van de mensen die dat de stoelgang van die Noorse halfgod hebben gekregen, die waren happy en zeer tevreden. Om maar te zeggen, dat is, ja, als je zoiets leest, dan worden we ook heel blij. Maar enkele maanden voordien, een ander tijdschrift... Oh, ik zie daar een vraagje. Ja, nu. Okay. Enkele maanden voordien, een ander tijdschrift, American Journal of Gastroenterology, ook een zeer mooie paper. Als je daarin gepubliceerd wordt, ook een reden voor een feestje. En daar wordt opnieuw een meta-analyse in gepubliceerd. Dus zoals ik daarnet zei, die meta-analyse is onze, ja, ons Walhalla, waarbij we verschillende studies gaan vergelijken. Waarbij men de toegangstransplantatiestudies van de jaren ervoor heeft samengegooid of samen vergeleken. Dat waren er 4 grote. En men is gaan kijken naar het effect en heeft opnieuw zo'n plotje gemaakt van ja, helpt het wel of is het meer in favor of ten gunste van de placebo. En wat ziet men hier? Die nullijn, die valt er bonk middenin. Dus aan wat ligt dat nu? Hadden die geen Noorse halfgod als donor? Was dat het microbioom van die donor dat het hem gedaan heeft? Een zeer lastig gegeven dat we met een paar maanden verschil zulke verschillen kan opmerken. Hè. We blijven binnen de bacteriën, of alleszins binnen de probiotica. Zoals we daarnet even aanhaalden, ja, de prikkelbare darm, dat is zo het neusje van de zalm binnen de functionele pathologie. Maar we hebben ook een beetje wat we noemen prikkelbare maag of functionele dyspepsie. En ik ben zeker dat een aantal onder jullie of een aantal van de kijkers thuis niet alleen last hebben van een prikkelbare darm, maar ook eerder van maaglast, volgevoel, snel verzadigd, misselijkheid, pijn, noem maar op. En daar is onlangs eigenlijk een mooie studie gepubliceerd met het effect van probiotica, die sporen vormen, een specifieke subtype van probiotica, op die functionele dyspepsie of prikkelbare maag, als je het zo wilt noemen. Hè. Wat dat men gedaan heeft, is eigenlijk patiënten met die functionele dyspepsie gerecruiteerd, onafhankelijk van de medicatie dat ze gebruikten. Wat mensen heel vaak gebruiken zijn natuurlijk de maagzuurremmers. Dat wordt met de kilo voorgeschreven, al dan niet met de nodige resultaten. En men is patiënten gaan behandelen gedurende 8 weken met een bepaalde stam aan probiotica. Welke dat er nu net is, dat is meer voor de specifieke details. En vergeleken met de placebo. Men is gaan kijken naar ja, symptomen, immuunactivatie en het microbioom in de stoelgang bij die patiënten. Of patiënten mochten deelnemen, moest natuurlijk eerst een normale gastroscopie hebben. Patiënten met echt bewezen fysisch maaglijden, zweertjes, een helicobacterontsteking, die heel befaamde maagbacterie. Mensen die diabetes hebben, een actieve ontstekingsziekte van de darm, zoals ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Of recente heelkunde, die mochten niet deelnemen aan de studie. Ook hier weer eventjes een beeld van wat dat de resultaten zien. Ik ga je er ook weer één voor één doorgietsen. Wat dat men gedaan heeft, is eigenlijk kijken naar de PDS-score. PDS staat voor de postprandial distress. Postprandiaal, dus de klachten na het nemen van een maaltijd. Distress, ongemakkelijkheid. En dan de score wordt weergegeven. Eigenlijk wordt een totaal gemaakt van hoe patiënten zichzelf rapporteren. En men is gaan kijken naar de placebo. Placebo zijn de rode vierkantjes. En de patiënten die dat die sporenvormende bacteriën hebben gekregen, de probiotica. En men ziet eigenlijk na behandeling gedurende 8 weken, hier hebben we op de, als de 8 weken de tijd, naar het aantal responders gekeken. En men ziet dat er na 8 weken een significant verschil is tussen de placebo-patiënten en tussen de patiënten die probiotica gekregen hebben. Dus dat is eigenlijk ook een van de eerste keer dat er binnen de functionele dyspepsie is aangetoond dat probiotica een meerwaarde kunnen hebben binnen de behandeling van deze klachten. Als we dan gaan kijken naar de getalletjes, dat zijn allemaal heel ingewikkelde tabelletjes. De klinische respons is hoeveel procent van de patiënten er beter zijn. De linker kolom gaat naar de probiotica groep kijken en de rechter kolom gaat naar de placebo groep kijken. En men ziet dat bij de placebo groep er 20% beterschap aangaf, maar dat bij de probiotica groep er 48% beterschap aangaf. Hetzelfde voor de minimaal klinische respons, dus een significant verschil tussen de 2 groepen. En dan is men gaan de symptomen onderverdelen in 2 grote klassen. Als men kijkt naar symptomen, zeggen de mensen enerzijds postprandiale distress, dat is het gevoel van vol te zitten, een beetje snel verzadigd, een beetje misselijk. Dat is de PDS-score. En de EPS die je daaronder ziet staan, eigenlijk de epigastrische pijnscore, dat zijn mensen die vooral pijn gaan geven. Pijn, ongemakkelijkheid. En men ziet ook daar tussen de probiotica groep en de placebo groep dat er een veel grotere daling is in die scores in vergelijking met de placebo-groep.
Dan, degene waarbij dat eigenlijk de laatste weken en maanden er heel veel in de pers is geweest. Een allergie is de oorzaak van prikkelbare darmpijn, pijn bij prikkelbare darmpatiënten. En we kunnen door een anti-allergiepilletje te geven die klachten verbeteren. Dat is ook een van de een Nature paper. Nature, ja, dat overstijgt zo'n beetje alle disciplines, om het zo te zeggen. Dat spreekt niet over tijdschriften van Gut of Gastroenterology, maar dat gaat er nog een stapje bovenop. Van de collega's uit Leuven natuurlijk. En we weten bij prikkelbaar darmpatiënten dat buikklachten vaak worden uitgelokt door bepaalde voedingsmiddelen. Elke patiënt die op de raadpleging komt, gaat u dat kunnen vertellen. Omdat het komt, het mechanisme is grotendeels onbekend. We weten natuurlijk, als daar die FODMAP-bestanddelen in zitten, dat dat gasvorming gaat geven, opgeblazen voorgeven en pijn uitlokken. En we weten ook dat bij een subtype van de PDS-patiënten dat een bacteriële infectie kan leiden tot de aanmaak van specifieke antilichamen in de darm. Dus niet in het bloed, daar moet je even een kleine nuance mee maken. Of dat is wat er alleszins is aangetoond in die studie. Dus bij die mensen die eerst, of bij die proefdieren die men heeft blootgesteld aan een bacteriële infectie, is er aangetoond dat er daar eigenlijk specifieke antilichamen of IgE's in de darm gaan gemaakt worden. En blootstelling later aan die bestanddelen, of bij die muisjes, als men dat gedaan heeft, ging leiden tot pijn. En dat werd gestuurd door een bepaalde immuuncel, zijnde de mestcel. Het is een hele ingewikkelde studie. Ik ga proberen jullie er een beetje door te gidsen hoe dat is bewezen, hoe dat men dat heeft aangetoond. En men is eigenlijk van start gegaan met een opzet, een proefdiermodel. Dus wat men gedaan heeft, het onschuldige muisje hier, 6 tot 7 weken jaar oude muisjes, is men gaan volgen gedurende een 10-tal weken in totaal op de tijdlijn. En eigenlijk op moment 0 heeft men die beestjes gaan besmetten met een bacterie. Samen met die besmetting heeft men die beestjes eigenlijk blootgesteld aan een eiwit, een bepaald voedingsbestanddeel, het ovalbumine. En die beestjes kregen dat toegediend eigenlijk via een klein sondeke op regelmatige basis. En dat werd ook in het drinkwater gedaan. Dus tegelijkertijd een infectie en een blootstelling aan een bepaald voedingsmiddel of een voedingsantigeen. Een aantal weken nadien is men gaan meten wat dat bij die beestjes eigenlijk de visceromotorrespons is. Dan denken we, ja, wat is dat nu weer? Daarbij gaat men eigenlijk zien hoe de diertjes reageren op een bepaalde prikkel in de darm. Men weet dat bij prikkelbare darmpatiënten, als men daar een prikkel aanbiedt, dat die sneller gaan zeggen van dit is pijnlijk. Of bij een pijnlijke prikkel gaan zeggen van dit is van veel heviger intensiteit dan bij een gewone controlepatiënt. En men ziet dat ook in proefdieren. Als men proefdieren ziek maakt, als men die echt een darmontsteking geeft, men laat die genezen en men gaat een aantal weken nadien bij die diertjes een ballonnetje in de poep of in het laatste stukje van de dikke darm opblazen, dan gaan die diertjes die zijn ziek geweest veel sneller reageren door te friemelen, door met de buikspieren samen te trekken, als de diertjes die nooit zijn ziek geweest eigenlijk. En het is die respons, die reactie van die spiertjes, van die diertjes, van die pijnprikkel eigenlijk, die men gaat meten en waar men een getal gaat opplakken. Dus die respons heeft men eigenlijk bekeken op verschillende tijdstypen nadat de muisjes zijn blootgesteld geweest aan die bacterie en aan dat eiwit. Die bacterie, ja, dat is gebeurd. Diertjes zijn genezen, dat beest is weg. Maar men heeft na een aantal weken opnieuw dat voedingsbestanddeel dat tegelijkertijd aanwezig was met die bacterie beginnen aanbieden aan die diertjes en opnieuw gaan kijken hoe reageren die. Hebben die sneller pijn dan de controledieren, de dieren die nooit zijn ziek geweest of de dieren die nooit tegelijkertijd dat voedingsbestanddeel hebben gehad. En nu wordt het pas echt ingewikkeld. Ik ga je er proberen een beetje door te gidsen. Op de x-as staat dan eigenlijk het aantal weken nadat de diertjes zijn blootgesteld aan die infectie. En op de y-as staat de respons van op de pijnprikkel of de pijn dat die diertjes gaan uitbeelden of ja, dat we gaan zien dat die diertjes reageren. En dan heeft men 4 groepen gemaakt. We hebben een groep waarbij dieren eigenlijk nooit ziek zijn geweest en dat ze gewoon eigenlijk aan het voedingsbestanddeel zijn blootgesteld. We hebben een groep die wel ziek is geweest en achteraf het voedingsbestanddeel nog eens krijgt. En dan hebben we de omgekeerde, waarbij men eigenlijk zowel de dieren ziek heeft gemaakt en achteraf nooit het voedingsbestanddeel niet meer toedient. Of we hebben de pechvogels, die ze en ziek gemaakt en het voedingsbestanddeel krijgen en achteraf nog eens het voedingsbestanddeel krijgen. En het belangrijkste zien we eigenlijk hier, helemaal achteraan, 7 weken nadat die diertjes zijn ziek geworden, dat degenen die dat eigenlijk zowel de bacteriën hebben meegemaakt en het voedingsbestanddeel krijgen, als men daar opnieuw het voedingsbestanddeel aan gaat geven 7 weken nadat dat beestje al lang weg is, dan zien we dat die een veel hogere reactie hebben op een aangeboden pijnprikkel. Dus die dieren, er is helemaal geen bacterie niet meer aanwezig, dat beest is weg, maar geef je hetzelfde voedingsbestanddeel, gaan ze veel meer of veel heviger reageren.
En hiermee heb je dan eigenlijk een beetje het bewijs dat een bepaald voedingsbestanddeel klachten kan uitlokken ten gevolge van een bepaalde infectie die weken voordien is aanwezig geweest. Wat heeft men dan ook gedaan? Men heeft in die dieren die effectief zijn blootgesteld een bepaald antilichaam gegeven en een antilichaam tegen het specifieke IgE. Het IgE, dus het specifieke antilichaam dat men maakt eigenlijk tegen het voedingsbestanddeel. IgE is ook iets dat wordt dus uitgescheiden door die mestcellen. Dat zijn antistoffen dat door die mestcellen worden vrijgesteld. En als men die beestjes daar een antilichaam heeft, dan gaat dat eigenlijk binden, blokkeren, dat antilichaam. Wat zien we dan? Degenen die dat inderdaad geblokkeerd geweest zijn, die gaan veel minder pijn hebben. Dus door het blokkeren van de stoffen die dat die mestcel uitscheidt, gingen die beestjes veel minder pijn weergeven. Dat is ook verlengd geworden, of in een stuk van de studie heeft men dat ook eigenlijk bij humane patiënten aangetoond. Dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld of een heel mooi bewijs hoe een infectie samen met het blootstelling aan gewoon banale voedingsbestanddelen achteraf ervoor gaat zorgen dat die banale voedingsbestanddelen opnieuw klachten gaan uitlokken. En dan heeft men daar eigenlijk een samenvattende figuur van gemaakt. Ik ga je er ook eventjes doorheen gidsen. Dus in een normale situatie hebben we hier de binnenzijde van het maag- en darmstelsel. We hebben hier de dunne darm, of het dikke darm, dat het mag zijn, waarbij dat er eigenlijk dieetantigenen weliswaar doorheen komen. We komen daarmee in contact, we maken daar sommige antistoffen tegen, geen probleem. Gebeurt er iets? Wordt die permeabiliteit verstoord? Wordt die darmbarrière ziek op het moment van een bacteriële infectie? Gaat dat veel gemakkelijker, die bacteriën doorheen de darmwand. Er worden immuuncellen geactiveerd, waarbij dat dus is aangetoond dat die mestcel een significante rol speelt. En achteraf, ja, die barrière die herstelt zich wel, dat is allemaal oké, het beestje is weg. Maar men ziet, als die antigenen, die eiwitten, die voedingsbestanddelen aanwezig zijn, gaat die mestcel opnieuw zeggen van, ja, dat is hetgene waar ik eigenlijk niet tegen kan. Ik ga mijn stofjes hier uitscheiden. En die stofjes gaan ervoor zorgen dat je met veel meer pijn en andere klachten gaat te maken krijgen. Nog een hele mooie, waarbij er nog heel veel data gaat komen eigenlijk, dat heb je ongetwijfeld ook in de pers gehoord, dat is dat er een nieuwe app is eigenlijk ontwikkeld, de zogenaamde domino-app. Nu, heel veel prikkelbare darmpatiënten die krijgen medicatie die dat de krampen zou moeten verminderen. De gekende Spasmomin of Buscopan, dus Patalin, ik denk dat iedereen de namen wel kent. En het effect is vaak ietsje minder doeltreffend. En mensen gaan vaak op eigen initiatief diëten starten, glutenvrij dieet, FODMAP-dieet. Maar diëten die vrij intensief zijn, moeilijk zijn, die vaak hulp van een diëtist vereisen. En dan heeft men eigenlijk in de domino-studie gaan vergelijken van ja, wat is het effect van een antispasmodicum, dus die klassieke middeltjes zoals Spasmomin en Buscopan, met een dieet dat minder van die FODMAPs, van die fermenteerbare voedingsbestanddelen bevat. En men ziet daar eigenlijk een heel mooi verschil, dat daar waar patiënten met een antispasmodicum ongeveer 61% beter was, dat men bij die FODMAP-app, dus een appje waarbij allerlei receptjes online staan, dat er daar maar liefst 72% beter was. Nu, die app die kan je krijgen eigenlijk via een hulpverlener. Of als je heel snel bent, dan pak je nu je gsm en pak een foto van de QR-code. Maar we gaan zo meteen, gaat de hoofdonderzoeker daar nog de nodige informatie of nodige duiding bij geven. En dan een van de laatste dingen waar we ook mee geconfronteerd worden, of een van de moeilijke problemen bij prikkelbare darm, is de diagnosestelling. Zoals juist gezegd, het is een diagnose op basis van symptomen. Het is een positieve diagnose, het is geen uitsluitingsdiagnose, het is geen vuilbakdiagnose. Maar het is toch leuk als mensen kunnen zeggen, voilà, hier heb je iets op papier staan, we weten wat het is. Het is niet alleen maar symptomen, we kunnen het ook effectief aantonen. En dat is een studie die momenteel binnen het USA loopt, door de dokter Van Malderen hier aanwezig. Is dat men natuurlijk, we weten dat het microbiome een rol speelt binnen die prikkelbare darm. En er is nood aan een biomerken waarmee we prikkelbare darm kunnen opsporen en ook de evolutie monitoren doorheen de weken, maanden, jaren die volgen. En men weet ook dat het microbiome dat eigenlijk organische bestanddelen gaat uitscheiden, of VOCs, volatiele organic compounds. En die worden uitgescheiden en die kunnen meetbaar zijn, bloed, urine of heel gemakkelijk uitgeademde lucht. Dus dat is iets waar er natuurlijk heel veel aandacht aan besteed wordt. En we weten ook bij prikkelbare darm dat er natuurlijk die minieme ontsteking aanwezig is. Denk aan de studies, het leuven met die mestcellen, dat er eigenlijk op microscopisch vlak een hele kleine graad van ontsteking aanwezig is. En dat er natuurlijk een microbioomveranderingen zijn. Nu kunnen we dat dan ook meten met een ademtest. En is die ademtest dan gemakkelijk om te zeggen, voilà, dit is nu de diagnose van prikkelbare darm op basis van een ademtest. Dat zou heel mooi zijn. Er is eigenlijk een mooie review of een mooi geheel al samengevat in een paper door Kathleen en collega's.
waarbij men die verschillende volatiele componenten is gaan bekijken of het verschil tussen de controles en tussen de controles, de patiënten die geen prikkelbare darm hebben en de prikkelbare darmpatiënten. Voorlopig is dat nog eens een kinderschoen, als ik dat mag zeggen, maar misschien dat er nog wat meer info over komt. Zien we dat er eigenlijk maar één bepaalde fokker, 1-methyl-4-propaan, 2-ylcyclohexine, 1,4-diëne, opgereguleerd is of meer wordt uitgescheiden bij de prikkelbaar darmpatiënten als bij de controles. Dus ik denk dat de recrutering misschien nog... het is al gedaan. Maar dan wordt de data worden nog geanalyseerd verder voor de rest. Dit is eigenlijk een beetje schematisch weergeven hoe dat in zijn werk gaat. We zien in de darm inderdaad dat er bepaalde... dat de bacteriën of de probiotica, het microbiome dat er aanwezig is, die volatiele organische componenten gaat uitscheiden. Dat komt in de bloedbaan terecht. De bloedbaan gaat natuurlijk of passeert langs de long en het wordt uitgescheiden door de patiënt, waardoor we het eigenlijk hopelijk simpel met een ademstaal of een luchtstaal kunnen analyseren. Voilà, dat waren een beetje de studies van de laatste jaren. Ik weet niet wat er nog, of het laatste jaar alleszins, ik weet niet wat er nog vragen over zijn.